50. De start is gevallen, paarden onderweg en een goede start aan de binnenzijde voor Dolly Pop. Ook Katjama is goed weg, daar komt aan de buitenkant nu daarna Richel. En dichterbij is er ook een uitstekende start voor paard nummer 4, Comete Bavet. Deelnemers gaan op weg naar de eerste bocht en als een komeet gaat hij er vandoor niet te houden bijna, die daarna Richel. Daarna Richel op de tweede plaats, erachter hebben we dan aan de binnenzijde Dolly Pop. Aan de buitenzijde Comete Bavet, maar dat is een paard die maalt niet om een metertje extra buitenom. Daarachter krijgt Kazimaka een mooi, krijgt geld ook voor Katjama. We hebben ze allemaal, Kamisa, Katjama en Kazimaka. Dat is niet altijd even gemakkelijk voor uw commentator, maar we gaan er uiteraard het beste van maken. We komen af op de finishpaal met 2 rondes te gaan en dit is toch wel pittig hoor, wat daarna Richel doet. Die zit erg te vechten tegen het bitter. Dat kost een hoop kracht. Met nog 2 rondes te gaan. Aan de buitenzijde Comete Bavet. Die komt tot schuin naast Dolly Pop. Wil eventueel inparkeren. Maar dat lijkt nog niet te gaan lukken. Aan de binnenzijde daarachter is het dan Katjama. En die wordt gevolgd aan de buitenzijde door Kazimaka. Aan de binnenzijde is het Bruyère Lotois. Die er goed bij ligt. En die wordt op een lengte gevolgd door Bonnie Jagger. Zo gaan de deelnemers dan weer op weg naar de overzijde van de baan. Met nog altijd sterk gehouden aan kop van het veld. Daarna Richel. Daarna Richel, Comete Bavet aan de buitenzijde. Aan de binnenzijde de Dolly Pop. Daarachter is er dan Katjama. Achter Katjama volgt dan aan de buitenkant Kazimaka. Aan de binnenzijde dan het nummer 9 van Bruyère Lotois. Die op een lengte wordt gevolgd aan de binnenkant door Bonnie Jagger. Daarachter dan Cadence de Kazi. Met verderweg in het veld dan aan de buitenzijde, aan de binnenzijde zo te zien Delicieus d'Azur. Ook Dream Woman. Eerder laatste dan eerste. En we herkennen dan nog 1 deelnemer in de kleuren van de familie Wilderbeek. En dat is Kamisa. Paarden komen zo dadelijk weer in de rechte lijn voor de tribune. En nog altijd zit Hanne Huygens niet rechtop. Heeft nog de handen vol achter daarna Richel. En galoppade daar zomaar op die tweede plaats van Dolly Pop. Comete maar verder halve komt aan de buitenzijde gelijk tot naast de koploper daarna Richel. En Mats Wester rijdt alsof hij heel erg zelfverzekerd is. Daarachter is er dan Bruyère Lotois. Tom Kooijman er goed bij met zijn Kazimaka. Oh, zomaar de galoppade voor Cadence de Kazi. Als de deelnemers dan afkoersen op de laatste ronde en 3 paarden nu wat voorsprong hebben genomen op Bruyère Lotois en aan de buitenzijde Kazimaka. Het is daar dat Mats Wester ernst van de zaak gaat maken en hij zet de koploper daarna Richel onder serieuze druk. Comete Bavet aan de buitenkant, binnenzijde daarna Richel. Daarachter is het dan het nummer 2 van Katjama. Nou, ze wilden hem op maat, ze krijgen hem op maat. En achter deze paarden komt dan aan de buitenzijde Kazimaka mee met Tom Kooijman. Bruyère Lotois gaat geweldig mee in dit geweld. En dat is het leidend quintet als we inmiddels afkoers op einde overzijde. En wat zit die Mats Wester ogenschijnlijk hier te spelen met de concurrentie met zijn nummer 4 Comete Bavet. Maar gerust kan hij er niet op zijn, want die Katjama die kan toch een aardig stukje speed laten zien. Het is daarna Richel die helemaal opbrandt natuurlijk naar die beginfase. En we gaan op weg naar de laatste bocht. En het is aan de kop van het veld die Comete Bavet. Comete Bavet, tweede plaats erachter Katjama. Daarachter is er dan Kazimaka. Vanuit de staart van het veld loopt Delicieus d'Azur voor het eerst in tijden. Een geweldige koers. En die komt in het buitenste spoor naar voren. We komen in de laatste rechte lijn. Het is Comete Bavet die hem uit de greep moet zien te blijven van Katjama. Dat is namelijk op dit moment de tweestrijd. Daar komt Katjama van de reling af. En kan het dan een keer? Mag het dan een keer? 5000 euro valt hier op te halen. En het is de dag van Katjama en John de Leeuw. En die gaat er overheen en die pakt hem. Op de tweede plaats ijzersterk Comete Bavet. En op de derde plaats, dat wordt misschien nog close, Kazimaka. Voor een zeer, zeer sterk verbeterde Delicieus. Ja, ik zat op Hans te wachten, sorry. Ik denk, Hans komt op een gegeven moment wel met de mededeling dat het mag. Het mag al lang, maar het is gelukkig lekker weer, jongens. Dus we staan hier wel even. John, gefeliciteerd, Katjama. Mogen we de conclusie trekken? Afstand maakt niet uit voor haar als ze hem maar op maat krijgt. Ja, dat heb je goed verwoord. Ja, je maakte jezelf een klein beetje zorgen. Bas was iets overtuigender. Ja, goed, maar Bas traint. Die gaat elke dag met zijn paard om. Die weet veel meer over dat paard te zeggen als ik. Maar ja, ik krijg hem natuurlijk hartstikke mooi. Ik krijg hem eigenlijk heel mooi voorgeschoteld zo. Ik denk, als die van Mats Westerman blijft lopen, anders kom ik nog te vroeg in de ruimte. Ja, mooi kan die krijgen. Ja, hoe vroeg mag je in de ruimte komen? Nou, ik vond dat hij vandaag heel goed volgde, heel attent. En ik trok hem erachter vandaan. Hij had nog wel 300-400 meter zo door kunnen. Wou ik zeggen, het had duinig mogen zijn. Ja, absoluut. Ja, hij was heel erg sterk vandaag. Mooi, John. Lekker eerste prijs ook. Ja, heerlijk. Dat past me wel. Ja, die jongens ook. Ik heb even gerekend. Het is een roodje de man. Oh, lekker. Hey John, biedt Nick, verwacht je daar wat van? Of moet ik dan met Bas zijn? Nou ja, je mag naar Bas toe lopen. Die zal misschien hetzelfde zeggen als wat ik zeg. Ja, als biedt Nick goed is, dan doet hij gewoon mee bij de eerste 3. Je hebt een mooi nummer. Zeer zeker. Succes. Dankjewel. John de Leeuw, hij slaat toe. We hebben een prachtige deken. Horende bij dit championnat de Trotteur Français. De Merries. En de Merries waren super geprepareerd. Laten we ook zeker Comete de Bavet niet
vergeten in deze, want die kreeg hem toch loodzwaar en hield goed stand. Ook Tom met een mooie derde plaats. Allemaal paarden dus die een geweldige Franse start over 15 carrière in Nederland onderhouden. En deze Kachama is daar een prachtig voorbeeld van. Kwam met nauwelijks winst om en doet er vandaag nog een lekkere duit bij. Foto's zijn gemaakt, dames en heren, u kunt in de handen voor de winnaars van een van de hoogtepunten van vanavond. De beste Franse merries die in Nederland lopen, die gingen tegen elkaar om mooi prijzengeld. En de allerbeste was Kachama, met dank aan een meesterlijke rit van John de Leeuw. Van 1, 17, 7, tweede de 4 kilometer Bavet, derde werd de 5 Casimaca, vierde de 11 Delicieuse d'Azur, vijfde werd de 10 Bonnie.